Er is oorlog. Mensen sluiten de grenzen. Asielzoekers komen eraan. Wat heeft Mark gedaan? Wat heeft Mark gedaan? Dat er zoveel mensen voor onze grenzen staan. Heeft hij dat gedaan? Wat heeft Mark gedaan? Wat heeft Mark gedaan? Dat er zoveel mensen voor onze grenzen staan. Heeft hij dat gedaan? Mark die zegt het zelf. Hij bestookt hun land met bommen. Daarom komen ze naar hier in grote drommen. Mark die zegt het zelf. Hij maakt daar mensen dood. Daarom vluchten ze naar hier voor bed, bad en brood. Geen excuus zullen we van hem horen. Hij betuigt geen enkele spijt. Integendeel is hij in zijn nopjes met zijn nieuw VOC-beleid. De bevolking pikt dit niet. De druiven zijn zuur. Het is immers moeilijk leven met mensen met een andere cultuur. Wat heeft Mark gedaan? Wat heeft Mark gedaan? Dat er zoveel mensen voor onze grenzen staan. Heeft hij dat gedaan? Wat heeft Mark gedaan? Wat heeft Mark gedaan? Dat er zoveel mensen voor onze grenzen staan. Heeft hij dat gedaan? De oorlog, Mark had er nooit aan moeten beginnen. Het is een oorlog die hij niet kan winnen. Stop met bombarderen, een mens is geen dier. Gooi je daar geen bommen, dan vluchten ze niet naar hier. Nederland, open uw ogen en zie. Een oorlog dient alleen de wapenindustrie. Een oorlog waarbij een mensenleven niet telt en betaald wordt door de burgers zijn geld. Vrijwilligerswerk, integratie, zit daar niet langer mee te klooien. Vluchtelingen komen naar hier, omdat je op je eigen land geen bommen kunt gooien. Wat heeft Mark gedaan?